hard praten, dat werkt gewoon voor video's. Hard praten, dan komen we in het intro. Laat je nou gewoon een bom vallen? Ja, dat is een slecht ontploffing. Je gooit me ook gewoon echt weg. I missed something once before. I can't let that happen again. It was 10 years ago. Everyone missed something that day. Yes, but everyone is not me. We're very lucky that there was no accident on the way from Loch Lomond to Glencoe, because that's a highway. Civil war. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. I don't got it wrong. I'm the only one who got it right. You chose this outdoor trip and you turned out to be heroes. You climbed the Ben Nevis. Woo! He saved our lives. What was his name? Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij de 95ste Harme Frodo vlog. Met overbelichting. Hallo. We zijn hier wederom met Leon, die op dit moment probeert Noah Sambrink in te halen met de hoeveelheid dat hij voorkomt in de vlogs. Ja, zeker. En ik heb speciaal voor de vlog een leuke outfit aangedaan. Met een fashion dingetje, met zo'n ding open. En een speciale trui met Nothing Happens. Want dat vind ik een goede beschrijving van het leven. En van Harme Frodo's YouTube kanaal. Welkom bij de eerste gefaalde aflevering. En zeker. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk op een andere manier wou doen, maar dat het nu op deze manier gaat. Want ik bedacht dus dat het soms best wel lastig, maar nu met corona en zo. Dus ik heb, maar eigenlijk moet jij heel even je ogen dicht doen en je handen opsteken. Oh. Nu moet je nog heel even wachten met je ogen open doen. Ik heb mijn ogen nog wel open, maar ik kijk de andere kant op. En mijn pet zit verkeerd. Dan loop je weg. Gaat het ontploffen? Voor je tijdelijke welkomstboodschap, toets 2 om terug te keren naar het hoofdmenu, toets 1-1. Om je persoonlijke welkomstboodschap af te spelen, toets 1. Om je persoonlijke welkomstboodschap opnieuw op te nemen, nee. Armin, het gaat ontploffen. Hè? Huh? Mes open. Ik weet niet of je het ziet, maar het is een soort bompakket. Kijk, zo. En Armin zal vast niet zonder reden weg zijn gelopen. Dus ik ben heel bang. Ik heb niet snel angst, maar ik heb angst voor dit. Kan ik het veilig openmaken? Ja! Oké. Okay. Ik heb nu dus een krantenbaan, dus ik heb echt vol met elastiekjes. Oké, welkom bij de tweede aflevering, of eigenlijk de derde aflevering van Bompakket bij. Om je neemt je boodschap op naar de toon en sluit af met een hekje. Hallo, ik ben Leon. Ik kan nu even niet opnemen, je moeder. Om je opname te beluisteren, toets 1 om je oor. Ik wou het eigenlijk in je tuin leggen, maar ik had eigenlijk al iets te veel gespoilerd. Dus nu dacht ik, nu valt het helemaal niet op als ik het nu doe. Dus daarom heb ik het nu gedaan. Ik vind het elastiekje al leuk. Nou, dacht ik, het met niet wat voorbij. Jij bent ook typisch zo iemand. Ja, ik heb ook zo'n krantenbaan met zoveel van die dingen. Dat die mensen gewoon niet meer blij zijn dat ik al die dingen meeneem en zo. Maar ja. Ik ben ook echt slecht met elastiekjes. Hoe kan je jezelf pijn doen met een elastiekje? Jezelf pijn doen zijn. Oh, nou gewoon zo hier. Nieuwe titel, Leon onvruchtbaar door elastiekje. Wacht, we moeten eigenlijk nog even, als jij nou heel even daar gaat staan, dan kunnen we even een thumbnail maken hoe je extreem met dat ding in je hand staat. Ik kan nu even niet opnemen, je moeder. Oh. Ja,
Deze is goud. Je welkomstboodschap is opgeslagen. Top. Om aan te zetten, toets 1. Ja, zet hem aan. Deze welkomstboodschap staat aan. Mooi, mooi bloemetje ook trouwens. Nee, ik vind het mooi geweest. Even afstand natuurlijk. Tuurlijk, uiteraard. Afstand. Corona. Dit is anderhalve meter. Kijk zo. Ja, dit is wel anderhalve, maar anders komen we echt gewoon niet in beeld. Nee. Dus dit is ideaal, denk ik. Altijd hard praten, dat werkt gewoon voor video's. Hard praten, dan komen we in het intro. Laat je nou gewoon een bom vallen? Ja, dat is een slecht ontploffing. Je gooit me ook gewoon echt weg. Oh, sorry, ik ga hem even halen. Nu is de bom kapot. Yo, ik ben Leon. Thomas. Stefan. Vandaag gaan we inbreken. Dat was het. Tot volgende week. Stuur je opdracht in via de link in mijn bio. Abonneer. Hoeveel duizend duimpjes omhoog? Bij de 6 duimpjes omhoog gaan we nog een keer inbreken. Maar wow. Dan in de gevangenis. Er komt nu een explosie in beeld. Dit was wel heel leuk. Tot het verborgen energietje. Ik ga de lont even aansteken, jongens. Hier is het. Ik maak de lont wel even iets korter, dat maakt het effect leuker. Kan je een vlammetje erin doen? Oké. Nu staat zo'n lid emoji. Wacht, en dan breek ik het even af. Oh nee! De bom. Wacht, wat zou er gebeuren als ik hem in mijn hand hou? We got some incredible wildlife. Het viel eigenlijk heel erg mee. Ja, ik had hem eigenlijk in het water willen gooien. Dan heb je wel echt streng gemist. Dan moet je niet zo'n hele slechte explosie. Zet hem met een nieuw gebouw in de storm. Oké, nou, een paar van de laatste elastiekjes. Ik denk dat dit de laatste is. Ja, weer mis. Oké, snel, spring daar overheen, spring over de sloot. Spring. Nee, spring. Stop. Spring. Spring. What the fuck? Nee, kan echt niks. Dankjewel. Nee, nu komt de grote. Oké. Okay. Wacht, nee. Waar moeten we mee afsluiten? Eerst deze. God. Waarom breek je hem? Oude, er zit een doorn aan. Oké, perfect. Beste volg. Carmen, kan jij belichten? Nou. De zon in ieder geval wel. Ik laat jullie het eerder zien voor het effect. Kijk maar, wauw. De binnenkant van een bruin papier. Er is niks. Je ziet, ja, nu zie je het. Hier, karma voor mij prikken. Weer mis. Nee, dat was de bedoeling. Oh. Dat is zo dood als wat, dat krijg je niet. Oh. Oké, je krijgt het wel. Hier, au, kutdoornen weer. Met een stukje grond. Oh, ik filmde net niet. Hou je bek. Wauw. Wow. Deze video is gesponsord door Milka. Oh, het zou wel echt tof zijn als Milka Bompakket bij zou willen sponsoren. Ik denk dat Milka een heel groot probleem krijgt als ze bommen gaan sponsoren. Welkom, Milka, ontploffend lekker. Explosief in de maag. Yummy. Perfect. Ik zal je nu even van... camera gooien en dan zeg maar zo bij het volgende shot. Wow! Ja, nu heb je dat gedaan inderdaad. Oké, nou, heel erg bedankt voor het zijn in de tweede aflevering van Bompakket Bij. Deze keer ligt hij niet in je... Kan je hem even ergens in je tuin leggen, in deze tuin hier? Want dan kan ik alsnog de titel gewoon gebruiken. Geheimzinnig pakketje verstopt in de tuin. Oké, de volgende. Ja, maar dit is nu... Nee, nu hebben we het uitgemolken.
dat was de eerste raak. De final. Ik ga weg. Nee, ik ga een ijsje halen. Arme. Ik ga een ijsje halen. Arme, de final. Je gooit hem letterlijk achter mij. Oh nee, perfect. Op. Zo, hier. Ja. Oké, okay, pak je alles weer. Top. Wij sponsoren geen natuurvervuiling. GTA behouden van je. Dat ook weer niet. Weet je wat echt een top intro zou zijn? Deze tak. Dat ook weer niet. GTA gemiddeld. Ja. Kom maar zeilen naar Cuba omdat daar de klimaatdinges is. Nice. Wat is er precies gebeurd? Ja, ik zat daar straks op mijn fiets. Alleen de trapper is helemaal schuin. Dit is wel echt heel knap. Het ziet er meer uit als een lepel ondertussen. Op zich net gedaan, terwijl we hier op een kruispunt in the middle of nowhere staan. Hier, we doen steen, papier, schaar of je moet inspreken of niet. Okay. Doen we gewoon eentje of? Nee, best out of drie. Okay. Steen, papier, schaar. Ik tegenaan. Dit gaat namelijk echt helpen. Steen, papier, schaar. Ja, dat was er al twee. Hoezo? Tot de drie? Ja, maar ik heb al twee keer gewonnen. Oké, prima. Steen, papier, schaar. Ja, ik heb al twee keer gewonnen, dus je moet even wat quotes inspreken. Nee, ik moet niks. 5 minuutjes kost het maar. Kijk, dit wordt pas echt daar. Ik was heel even afgeleid, sorry. Maar had je niet even kunnen wachten tot ik de camera aan had? Maar nu lijkt het alsof ik van fashion ben gewisseld. Omdat ik nu... Wacht even. Dit moet je er niet in laten, hoor. Sorry, kijk. Kijk, ja. Dit wordt echt ziek. Ik word nu zo'n Olympische speler, speerwerper. Oké, ik ga even achter je staan. Dan kan je even vanuit jou... Niet helemaal achter, maar een beetje schuin achter me. Ja. Alleen, ik wil even dat die mensen voorbij zijn, want anders gooi ik hem misschien op hun. Zo ver gooi je echt nooit. Kijk, en dan doe ik zo'n officiële Olympische Spelen loopje. Nou, gooi hem daar niet in het water, daar moeten mensen kanoën. Puur alsof ik dit voor de vlog heb gedaan, maar ik vind het gewoon echt leuk. Ja? Ja. Film je? Ja. Nou, daar wordt de fiets echt beter van. Gefeliciteerd. Civil War. Civil War. Wat was het nou nog meer? It was 10 years ago. Everyone missed something that day. It was 10 years ago. Het is, I don't got it wrong. I'm the only one who got it right. Yeah. I don't got it wrong. I'm the only one who got it right. Nog een keer, maar dan iets harder. Ja, prima. Dat is voor de bloedhoek, ja? Ja. I don't got it wrong. I'm... Oh, fuck, tyfus. Er zit een mier op aan. De ene laatste. Not nee, de laatste. Nee, dat was geen laatste. Nee, Not every problem in the Middle East deserves a military operation. Wat zei je? Not every problem in the Middle East deserves a military operation. Not every problem in the Middle East deserves a military operation. Wat is je idee? Ja, kijk, we hebben dus hier een hele gracht met daar een tunneltje, zeg maar, richting riool volgens mij. Ja. En dan doen we dus gewoon één keer steenpapier schaar en degene die verliest moet daar inzwemmen. Klinkt als het stomste idee ooit. Doen we. Oké, 3, 2, steen, papier, schaar. Yes. Ik heb gewonnen. Ik pak je in. Nee, ga dan. Moet je me gewoon er even weer in hebben, toch? Nee. Nee. Nee, het was gewoon een ironische vraag. Oké, dan moet je nog meer intro dingen inspreken. Wacht. Wil je nog even een verhaal delen met de kijkers? Het was april 2020. Harmen was jarig. Er gebeurde voor mij niet zoveel, maar Harmen heeft vast wel een leuke dag gehad. Nee, het was grappig voor corona. Voor corona zei Leon van hoe dan ook,
ik kom naar je verjaardag. Toen zei ik halverwege corona van, oké, kom je nog? Zei hij, ja, tuurlijk, altijd. Wat dan ook, jouw verjaardag. En toen was het mijn verjaardag en toen zei ik, oké, kom niet. Dus ja. Hallo? Oké, jij staat hier. Kan jij in de achterlaat vallen? Richten, met twee handen en schieten. Ja? Ja, nu. Oké, zit jij... Mag ik het proberen? Ja, uit. Kijk, wil even kijken. Oké, heb jij het script van deze vlog ontvangen? Absoluut. Mooi? Oh, nee, wacht. Onze vlogs zijn niet scripted. Jawel. Nee. Maar al die Engelse delen dan? Ook absoluut niet. Het is gewoon zeg maar, soms heb je gewoon zo'n gevoel wat omhoog borrelt. En dan kom je gewoon op een perfecte intro. Perfect. Nou, gefeliciteerd. Er is nog iets veranderd. Laat het weten in de comments. Wordt dit de thumbnail? Wacht even. Nee, ga nog eens zo staan dan. Dit kan ik wel zo screenshotten. Ja. Oké, laat maar vallen. Gast. Ja, maar dit is niet de route die we op de heenweg genomen hebben. Nee, maar dan fietsen we dus een mooi rondje. Met mooie beelden voor de vlog en een nieuwe TikTok. Kijk voor mijn TikTok-naam in de beschrijving. Ja, @leon.beesteer, toch? Ja. Net als mijn Insta. Is dat ook @leon.beesteer? Ook leon.beesteer. Oké. De enige echte. Zullen we allebei in onze bio zetten? 1/2 van de Frodo Bros. Ja, eens. Oké, dan ga ik serieus straks doen. Ga ik ook doen. Doe even een stuntje. Nou, super. He saved our lives. What was his name? Een auto. Nee, dat is... Oh, wacht. We moeten wel even wachten tot het lied voorbij is. Wou ze doen. He saved our lives. George met de fucking hard. Ja, maar we oefenen even. Zeg maar na. He saved our lives. What was his name? What was his name? En nu achter elkaar. He saved our lives. What was his name? Perfect. Ik ben ook altijd binnen 2 seconden moe. Ben je ook binnen 2 seconden moe? Doe dan binnen 5 seconden met je rechterhand een duimpje op. Ja, ik heb altijd een hekel aan de YouTubers die dit zeggen. De Dutchtuber. Leon, stop. Waarmee? Stop. Stop. Maar nu mag ik wel verder. Oh wacht, hij staat vooral voor jou. Ik kan gewoon verder. Nee, de mannequin challenge.